Tijdens je stage is er in de ochtend tussen 7:30 en 8:30 een ontvangst van de kinderen en de ouders. Je vraagt hoe het met ze gaat, of nog eventuele bijzonderheden zijn. En dan start de dag rond 9 uur. Dan zijn er ook drie eetmomenten. In de ochtend, middag en eind van de middag. Zoals je ziet is er ook een vrij moment. Dat is in de ochtend. En tussendoor doe je ook activiteiten met de kinderen. En er zijn ook uitstapjes. Naar de kinderboerderij, dierentuin. En ook natuurlijk gewoon buiten spelen. Dat de kinderen lekker buiten kunnen spelen. En aan het einde van de dag doe je een overdracht. Als de kinderen naar huis gaan. Zij meld je eventuele bijzonderheden en natuurlijk de leuke dingen die de kinderen hebben meegemaakt.